Kegels, driehoeken en vierkanten. Klinkt als wiskunde, maar kan het ook kunst zijn? Cultuurcollege. Kubisme in 3 minuten. Tot het begin van de 20e eeuw werd er bijna alleen maar in ronde vormen geschilderd. Vaak met 1-punt perspectief om diepte te creëren. De kubisten vonden echter dat alle vormen teruggebracht kunnen worden tot platte, abstracte en geometrische vormen, als je maar van genoeg verschillende kanten kijkt. Vergelijk het met een mok, die je ook kan zien als een kubus en een cirkel. Dit was een radicale breuk met de kunst die tot dat moment gemaakt werd. De vaders van het kubisme zijn Pablo Picasso en Georges Braque. Uit hun samenwerking kwamen verschillende soorten visies op kubisme voort, waaronder het analytisch kubisme. Hieruit ontstaat een vlechtwerk van vlakken en lijnen, vaak in sombere kleuren, waarbij je soms best goed moet kijken om te zien wat er wordt afgebeeld. Een andere variant is het synthetisch kubisme, waar de waarneming juist wordt losgelaten en er vanuit de fantasie vereenvoudigde en kleurrijke composities worden gemaakt. Op 25 oktober 1881 wordt er in Malaga in Spanje een jongetje geboren met een groot talent voor schilderen. Pablo Picasso. Al op zijn 13e begint hij aan een opleiding tot kunstschilder, maar wanneer hij 17 is, zit hij eigenlijk het nut van die opleiding al niet meer in. Hij vertrekt naar Parijs, de stad van de modernistische kunstenaars. Wanneer zijn goede vriend Carles Casagemas in Parijs een einde aan zijn leven maakt, breekt voor Picasso zijn blauwe periode aan. Gekenmerkt door sombere schilderijen, overwegend in de kleur, je raadt het al, blauw. Dit duurt ongeveer 3 jaar, waarna zijn werken weer wat lichter worden met meer oranje en roostinten en opvallend veel circusfiguren. Ook al zijn roze periode genoemd. Zijn grote liefde vindt hij echter in het kubisme. Als hij vriend en medekunstenaar Georges Braque ontmoet, beginnen zij samen te werken aan deze kunststroming. Het werk dat wordt gezien als het startpunt van het kubisme is dit schilderij. Les Demoiselles d'Avignon uit 1907. Pablo raakte geïnspireerd door Afrikaanse maskers. Ook zie je dat de lichamen van de vrouwen in de schilderijen vervreemd en hoekig zijn. Hij verbreekt daarmee de gangbare standaarden van schoonheid in die tijd. De compositie is geometrisch en abstract zonder duidelijk verdwijnpunt. En dit werk zou een nieuwe periode voor Picasso markeren. Pablo maakte een aantal van zijn bekendste werken in deze kubistische stroming. Kunstwerken waar je veel vrouwen in terugziet. Pablo was namelijk vaak verliefd. Picasso wordt gezien als een van de grootste kunstenaars van de 20e eeuw. Hij werkte als kunstschilder, tekenaar, beeldhouwer, decorbouwer, sieraadontwerper en keramisch. Een van Picasso's belangrijkste werken is de Guernica uit 1937. Het werk is geïnspireerd op het bombardement op het stadje Guernica tijdens de Spaanse burgeroorlog. De Spaanse Republikeinse regering had hen gevraagd om een werk te maken en dit enorme doek van bijna 4 bij 8 meter was het resultaat. Extra bijzonder omdat Picasso uitgesproken apolitiek was en eigenlijk nooit in opdracht werkte. Het schilderij is helemaal grijs, zwart en wit. De figuren, hoewel vervormd en geometrisch, zijn goed te onderscheiden. Er zijn afgerukte ledematen te zien, vlammen en een schreeuwende vrouw met een dode baby. Opvallend genoeg zijn er geen vliegtuigen of bommen te zien. Het werk richt zich op de chaos, de wanhoop en de dood en is daarmee een uiting van Picasso's afschuw van oorlog en geweld. Er zijn verschillende interpretaties van het werk. Zo zou de stier, een veel voorkomend symbool in Picasso's werk, volgens sommigen symbool staan voor wreedheid, terwijl anderen de stier, nauw verbonden aan de Spaanse cultuur, het juist zien als een representatie van het Spaanse volk. Zeker zullen we het nooit weten, Picasso zelf wilde hier weinig over kwijt. Het doek ging de hele wereld over om aandacht te vragen voor de Spaanse burgeroorlog en hangt nu op zijn vaste plek in het museum Reina Sofía in Madrid. Wil je Picasso en andere kubistische meesters met je eigen ogen bekijken? Ga dan naar het Kröller-Müller Museum. Wil je meer leren over bijvoorbeeld surrealisme en popart? Check dan de vorige cultuurcolleges.